vorige filmpje zijn we geëindigd met de mechanische voorbereidingen voor het plaatsen van de zonnepaneel. En dan gaan we nu met de elektronica aan de slag. Het snoertje wat bijgeleverd is bij de Enphase omvormer. Pellen, heel voorzichtig met een stinnimes, de zwarte buitenste isolatiestrippen. En dan zit daar dus zo'n soort papierachtige witte spul onder, wat je vervolgens kan wegpellen en af kan snijden. Het idee van de leverancier was om de twee kabels vanaf de connector die naar de Enphase gaan, om die hier in te steken. En met een andere kabel vanaf de andere kant te komen. En die kan je dan met elkaar doorverbinden en de andere kan je keurig afdoppen en dat geheel in een verdeeldoos. En het voordeel daarvan is dat dat allemaal goed waterdicht is. Ik vond het zelf een beetje nadelig dat je dan weer een extra doosje op het dak hebt. We hebben twee kabeltjes en gezien de dikte gaan we die verlengen, of tenminste heb ik in mijn geval gedaan, verlengen met krimphulzen van AMP. Belangrijk is dat daar dus de juiste diameter correspondeert met de juiste maat krimphulzen. En met echt een goede tang en niet een of ander hobbygeknutsel. En dan is dit het resultaat. En de bedoeling is dat ik daar krimpkous overheen schuif. En op die manier heb ik dan gewoon een langere kabel eraan gemaakt. Maar dit is niet erg waterdicht. Dus daar heb ik wat op bedacht. Ik heb de kabels voorzien van heating glue. Dat je normaal uit een lijmpistool hebt. En dat doe ik met een verfafbrander. Maak ik het heet. En dat smeer ik eigenlijk op de buitenisolatie van beide aan elkaar gezette kabels. Zo'n heating gun is een beetje warm. De foto die je zag was het resultaat 2 dagen nadat hij even tegen mijn arm aan was gepikt. Als je er dan de krimpkous overheen schuift en je verhit het weer met de heating gun, dan smelt de lijm en uiteindelijk krimpt de krimpkous, waardoor die tot een heel mooi waterdicht resultaat komt. Hetzelfde heb ik gedaan met de afzonderlijke draden van het andere kabeltje wat over is. En daar ook weer lijm en een groot stuk krimpkous overheen geschoven. Kijken we naar het zonnepaneel. Dat hebben we gehaald met een aanhanger. Dit is de lengte van de kabels. Dus net iets langer dan de halve paneel. We zien hier de buitenrand, die is dus inderdaad die 35 mm en die kan dus gewoon hangen aan een parker straks. En ja, zo ziet het paneel zelf eruit. Het is best te tillen, gewoon alleen. Maar we stonden toch wel even te kijken met z'n tweeën van hoe gaan we dat nu op dit dakje krijgen. Want je moet toch een hoek maken, 2 trapjes tillen. En vervolgens het dakje op om hem gewoon over de parkertjes te hangen, te tillen. En als het paneel aan de parkers hangt, kan op zich prima de klem erop en de eindkap erop. Dan moet deze natuurlijk even eromheen. En dan kan hij worden aangedraaid. In dit geval met de schroevendraaier, maar daar heb je dus normaal een Torx bitje voor nodig met een holletje in het midden. Opletten dat je niet uitschiet, het zou zonde zijn van het paneel. En dit 4 keer. De kabeltjes aansluiten met hele duidelijke klikken moet je horen. De plus en de min bij de kabels. En daar bleek dus wel genoeg ruimte voor te zijn. En de andere kabel ging onder de dakpannen.
Zo ziet het geheel eruit. En binnen gaat de kabel naar beneden. En daar heb ik een stekker aangezet. En die stekker gaat het stopcontact in. Nou, dan gaat buiten de N-phase eerst even rood knipperen. En daarna knippert hij, zoals dit te zien is, zo om de zoveel seconden even oranje. En dat betekent dat hij gaat leveren. En dit ene paneeltje met de energie eraf getrokken die ik zelf verbruik, was dit vermogen ongeveer. Een volgende keer meten. Wil je daarvan op de hoogte blijven, abonneer je op dit kanaal. En hou dit kanaal gewoon in de gaten.